Gisteren heeft de minister van Volksgezondheid aangegeven dat er nog 5 cases waren die getest moesten worden. We hebben het resultaat in die tussentijd binnen en alle 5 cases zijn negatief getest. Dat wil zeggen, wij hebben niet nog iemand met COVID-19 erbij. Op dit moment is de patiënt die positief bevonden is verplaatst naar het RKZ, omdat zij een iets hogere koorts bleek te hebben dan ze de afgelopen dagen had. En omdat zij de enigste case is en ook de eerste case, willen de specialisten het zekere voor het onzekere nemen en willen haar dichterbij monitoren. De mevrouw is nog steeds stabiel en ze maakt het goed. Met betrekking tot thuisquarantaine kunnen we meegeven dus dat de mensen, de contactpersonen van deze positieve case, in kaart waren gebracht en al deze contactpersonen op dit moment in thuisquarantaine zijn. Tot nu toe heeft nog niemand symptomen of klachten bewezen te hebben. Er wordt contact steeds met ze gemaakt. Directeur, als je de mensen vraagt hoe zij zich beschermen tegen COVID, dan hoor je de mensen zeggen, met drindrissi wakti siki. En als je ze vraagt wat ze precies doen, hoor je ze zeggen, met drinkbita. Ze eten een heleboel knoflook. En we zien dat vandaag heel populair is geworden, dat mensen hun handen en gezicht wassen met zoutwater. Mag dat allemaal? Kan dat? Alles kan, maar het is nog niet bewezen wat werkt. Elk individu heeft de vrijheid en het recht om voor zichzelf te beslissen wat hij of zij zou willen gebruiken, drinken, eten. Maar ik kan u vanuit volksgezondheid niet zeggen, gebruikt u dit of gebruikt u dat, zolang dat niet wetenschappelijk is aangetoond. De minister van Volksgezondheid heb ik gevraagd om voor een dag naar Cuba af te reizen, om daar op grond van onze wederzijdse goede verhoudingen humanitaire ondersteuning te vragen. Cuba heeft ons reeds speciaal getrainde specialisten en verpleegkundigen ter beschikking gesteld, 50 in totaal. Komen de Cubaanse artsen ook met het medicament dat nu al succes heeft in Italië, China en Spanje? Ik heb gisterochtend vroeg de ambassadeur van Cuba ontvangen en ik heb het verzoek bij hem gedeponeerd. Het gaat om een medicijn inderdaad, wat ook goed werkt, rieden of goed werkt en wij gaan het hoogstwaarschijnlijk ook krijgen. Het is een medicijn bestaande uit 22 elementen.